van die auto's te stelen. Dus we gaan met de helikopter, hè. Ja. Oh, dat gaat hem weer fritten, hè. Echt waar, gest. Nee, maar ik heb één grote kauwgombal aan mijn maat. Ik heb een aantal getrapen, zo. Wat? Wat is er nu weer? Yep. Oké, okay, let's go. Zo. En dan gaan we zelfs ook nog auto's pimpen en dan gaan we die verkopen. Ja, ik vind het allemaal oké. Kom maar aan, hè. Ja, van. Let's up! Hé, hey, er is hier iemand. Alright. Moet je er hier met anders, hè? Ja. Yep. Zo, oké, okay, let's go. Ga snel in de helikopter, je moet er al in zitten, man. Die wou... Nee, is weer. Ja, zie dat dan, man? Kom, die moet uit deze auto wel even pakken. Kom, snel, snel. Stap snel in. What the fuck, ik kan die er niet uittrekken. Oh, yo, wat een reactie. Kom snel, die gast komt er even aan, hè? Oké, dan niet, hè? Vol goed, hè? Ik weet zelfs nog niet eens waar ik moet rijden. Ik moet even. Oh, wacht even. Ik ben even ver van die gast en dan. Ah, nee. Hier, daar sta je daar. Use a foto. Do location, do best security system. Wat is hij helemaal? Ah, hier is de hier of hè? Nee, dat is niet. Ben ik zin in van uil en zo. Waar de fuck moet hij naartoe? Waar is dat, man? Warehouse, hoe is het? Huh? Waar is Tom van Hils? Ja, ik ga even wat rondrijden. En anders moet je gewoon een, ja, ik weet niet, dan moeten we gewoon die auto gaan pimpen. En de auto verkopen dan, hè. Ja, rij maar tegen mij. Hé, dat bent jij niet, of hè? Wat doet die gast? Die staat hier gewoon even bij mij in. Waar bent jij? Er is iemand ingestapt bij mij. Ja, ik ben hier. Oh man, ik zie dat daar. Sorry. Oké, kom, we gaan gewoon een auto verkopen dan. Zeg. Als ze die auto toch niet vinden, dan moeten we gewoon even naar hier rijden. Wacht, wat is dat ook, jongen? Ja, dat is zo, man. Wat trekt dat nu? Normaal is er altijd een hele lijn, dan moet je dan gewoon volgen. Ja, maar ik had ook gewoon iets oppakken, jongen. Moet ik die knieken aan? Maar dat er een standbeeld van een uil is of zo in deze wereld. Oh, het is een bot. Shit. En waar zit ik aan? Waar Tom van Hils is. Kom mee, hè. Oh, ja, volg mij. Achter aan de kant. Had je dat gevonden of hè? Nee, maar ik zie. Ik ben aan het breken en ik zie het helemaal van achter aan de kant. Hoe ligt al? Maar ja, sta. Wie weet. Ik weet niet, man. Kijk eens hoe in de map, wie weet zie je zo die auto staan op de map ofzo. Mappie. Wie weet. Ah, hoor wel, sorry. Oei, sorry map. Sorry. Hier staat wel een haas. Waar? Maar own het appartement, dat ken je, man. Ah, dat is van die andere speler, niet moeilijk. Oké, okay, ja, fuck dat, man. Dan gaan we dus niet vinden, die auto. Riep die auto. En wat, waarom is mijn ding weg? Wacht. Wow, yo. Maar je moet er kunnen bellen naar die nummer of niet? Blijkbaar niet. Die willen het extra moeilijk maken. Ruud, waar die auto staan van. Fuck die auto, man, we gaan gewoon auto's verkopen dan. Dat vind ik ook zo. Wacht. Moet je brekken auto man. Ben je aan het volgen? Zit die gast nog bij mij in de auto? Ah ja, zit er nog in. Ja, ja, echt goed. Ik ga niet bij mijn hoofd zien. Nu weer lekker op te zien. Ik kreeg bijna een keer tegen u dan. Ah ja, hier moet je er eens inslagen. Hier dan. Oei, dat doe ik allemaal. Matthee. Doe je allemaal. Doet je. Ik ben nu.
Hier rechts, rechts. Er is iemand daar inslagen, ik denk dat we moeten. Hier, kom maar rechts. Rechts. Nou, echt. Moet je de gast meteen uit mijn auto? Zo rot zak jij. Kijk mijn skills, oppa. Wat doe kijk eens skills in dat crashen. Niks man, niks. We zijn er niet aan het racen, snap jij dus? Dat lukt nog. Hier rechts. Maar ik ben hier. Waar ben jij geweest? Moet je zo traag of zo? Of je kunt gewoon niet rijden. Die auto is echt gewoon lekker. Ah, die auto staat hier. Nee, stel je voor. Mini Cooper is nog zelfs sneller. Echt gewoon trouwens bij die deze. Echt zo'n Johnny bike zo uit de buurt van die ene choco freedom. Ik ga zelfs nog niet eens naar binnen, hè? Nee, serieus. Kijk, omdat we die auto nog moeten stelen. Is die niet wat sneller? Jij weegt te veel voor die brommer, denk ik. Geeft hem maar, de achterste lucht dan het helemaal. Ook wat geeft hebben echt op een brommer. Hé, maar is jij niet dat zo graaf eigenlijk, hè? Op GTA kun je tenminste wel met een brommer rijden. Echt wat gegeven, man. Zonder vrijwieltjes, hè? Hé. Hey. Nee, ja, maar dat is een hoe je dat al dat gewicht van voren doen, what the fuck? Mag je geen stukken met praten? Doe eens wie? Nee, ik kan me heel veel doen. Zie je tot dat je er hebt. Oei, zijn we er bijna? Oei, joh, besef, hij moet ook nog helemaal terug gaan, hè, naar die dingen. Naar die opslagplaats van die auto. Nee, die is hard. Ik hoop dat we die auto's kunnen stelen. Ik hoop niet dat dat mislukt. Die ene gast komt gewoon niet mee, hè. Die is gewoon niet onze CEO, maar die doet niks. Je moet gewoon niet eens een sleutel gaan zoeken. Ja, waarschijnlijk, hè. Die autosleutels, hè. Allee, ja. Ja. En zonder sleutels gewoon niet, hè. Een plan maakt hij wel winnen, hè. Wajo. Dat is al wat beter, hè. Ja. Pola, pola, die wielen en zo. Een beetje naar voren. Misschien een beetje sneller. Kijk, okay, pas op hem. Een paar binnen. Wauw, joh. Even weer een stukje aan het draaien. Ik maak een zieke binnen. Ik heb dus mijn kastje insteken, want anders gaat het weer opvallen. Wow. Ja, ik heb die checkpoint op dat vraagteken gezet. Ja, ik ook. Dus ja, ik weet niet dat je haast is, maar ik heb dat wel gedaan. Hoe joh? Ik wist zelfs niet dat hier op je mat ervan is. Is dat hier? Nee, is dat die auto of hè? Ja. Ik heb die auto gewoon direct gevonden. Ik ga real naar hem, ik ga zeggen wat is het probleem. Niet het probleem met die. Moet die auto's wel traag eigenlijk. Moet je auto van een hele weg terug. En dan gaan we die auto even pimpen en verkopen. Moet je dacht dat we gaan volgen dat ik moet schieten om deze auto te stelen, maar deze keer niet. Gewoon oh, rustig instappen en wegwezen. Oh, oh shit. Kijk, ik ga hier zwaar driften. Kijk, hè. Deze bocht, hè. Kijk, hè. Oh joh. Ik moet bijna gelijk. Zeg je. Nee, oh joh. Nee, gaat kerstje met me, man. Echt niet, hè? Tokio drift alles, jongen. Zeg. Oei, ik was er net driften, maar ja, ik zie ineens die auto komen. Ja.
Ga ik druk crashen. Niks jongen, niks. Nee, ik hoor... ga nog niet eens 1 cent schade hebben. Ik heb een random auto. Hij doet dat keer eens gaan afhalen. Oei joh. Schram aan de Amper. Kijk, aan de Amper. Niks van de andere kant. Gert is gewoon slijk of zo, Gert. Oké, nee, dat is wel een kras, maar. Dus. Nice, nice, nice. Geen geld verloren, jongen. Zo moet dat. En nu nog gaan verkopen, hè. Wauw, was het. Check deze auto, man. Deze wil ik wel pimpen. Maar heb jij het zit goed in, want de koring is goed. Ja? Ja, ik kan me niet de krachtbeetje dan hebben. Wauw, dat is perfect, jong. Check deze auto, vind ik echt graaf. Ja, man. Good work. Maar ik ga wel uit first person, want dat is irritant. Check deze auto eens, kom eens. Ja, wacht even. Zijn nummer weer hier. Mijn oortje gewond. Ja. Oh ja, man, een bakje. Hier, kijk deze. Deze vind ik echt graaf, man. Als ik deze zelfs ga pimpen, wil. En deze lijkt echt zo op een James Bond auto. Of dat is die van ja, James Bond. Eerlijk. Nee, dat is die gewoon van James Bond, denk ik. Dit is Osiris, zeker. Die is hier rooier. Echt, hè? Stef Only, ja. Oké. We gaan met iets anders beginnen, hè? Ja. Export. De welke zou ik eigenlijk verkopen? We doen, ja. En deze natuurlijk. En dan. Jij mocht die James Bond auto doen. Allee, of één iemand van ons gewoon, zal het zo zeggen. Private, specialist dealer. Specialisten? Ja, ja, we doen gewoon specialisten. Ja, tuurlijk dat. We krijgen weer veel geld. Maar ja, we kunnen ook veel geld verliezen. Oh my god, serieus. Ik wou eigenlijk die andere auto doen. En nu moet ik die James Bond auto pimpen. Deze, huppa. Oh nee, we gaan nog niet confirm doen, hè. Ah, toch wel, ja, klopt. Respray. Ik ga metallic doen, hè. Ja? Ja, toch allemaal free, dus ja, waarom niet? Een paarse auto. Secondary kleur. Ja. Ah, zo is dat, ja, oké, nu heb ik het, ja, oké. Deze. Look at that finish. That's some machine. What the fuck? Oei, bumpers, alles kan veranderen. Zieke shit. Oh, wie joh? Ik ken die jongen. Is jou klaar of hè? Bijna, ja. Ben je beter van mijn bumpers? What the fuck is dit zelfs? Snap niet. Ah ja, nu zie ik het. Deze dan gewoon van ons onlaten. Deze moet je dus niet zo veranderen. Ja jongen, perfect. Mooi joh, mijn auto is echt ziek, man. Ik probeer die dan mij een beetje ziek te maken. Perfect. Deze gaan we doen. En dan nog een kleurtje kiezen. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Deze. Zo. Ben je al klaar? Ik weet het niet. Maar deze moeten we wel even doen. Perfect.
Voor mij is bijna klaar. Kijk in. Wajo, oké, klaar dit. Nice. New boots. Oké, ik ben al klaar. Ik heb nog maar 1 minuut en 38 seconden om je auto te veranderen. As usual, someone's holding up the group. When they're finished on their car, you can go. Ja. Weet. Mijn auto is wel nice, man. Oh, ik zie een muziekbox, hoor joh. Je auto moet niet kunnen vliegen ofzo, hè? Gewoon een beetje pimpen is goed. Ah, maar goed, wat? Nee, maar die van mij, dat was een beetje veel, kijk. Ja, die van jou gaat fucking gratis zijn waarschijnlijk, hè. Sowieso, hè. Alles is gratis, dus ja. Van als, Oei, dat is wel nice. Die gast heeft ook een graaf gemaakt, man. Dat is hij heeft zo die ene rode auto gepakt. Oei, heeft hij wauw, jongen, dat vind ik nice, man. Echt zo met 3 precies Fast and the Furious of zo, man. Zo met 3 zieke auto's en waar gaat jij? Alleen, ah nee, dat is die andere gast. Oei, yo. Ik moet 4 mijl weken. Maar iedereen moet hetzelfde, hè. Hij moet ook hetzelfde, gewoon, ik weet niet, andere kant op. Ik hoop dat hij dat niet verkloot met die auto. Maar ik heb die rollcage er ook uit gedaan. Ah ja. Die kon ik niet aan kleuren. Die auto, die gaat nog wel sufferen. Het is niet te traag ofzo. Ik heb van u. Oh, ik heb al schade. Die gouden auto die was van hem. Niet moeilijk dat hij niet naar hetzelfde dingen gaat. Want kijk, er zijn maar 2 auto's om te deliveren. Maar joh, die auto was niet aan de kant. Ik rijd er eentje voor naar deze. Ik heb zo op mijn uitlaat zit zo langs, zo rust voor mijn deur. Dat is mijn wielen natuurlijk. Nee. Ik heb nog niks van schade, dus ik moet gewoon draaien. Maar weet, dat komt zoiets nog voor. Ah, die gast dat je legt is zo dingen aan het schijnen. Wat? De gast die echt geliefd is aan de wereld was Jordi Schijven. Ja. Wajo! Wajo! Wat? Wow! Wajo, ik heb chance, man. Ik zit er, ik ga goed schade oplopen, hè. Uh-huh. En er draait de auto af, maar ik kom zo aan de andere kant. Ineens komt zo één stuk naar boven. En ik ging zo snel dat ik vloog. En die auto draait juist af en ik vloog. Bandjes over die auto, man. Ik schuurde die auto met een banden, maar ik heb geen schade eraf. Zwaar stuk van mijn leven, wat ik dacht, ja, klaar. Wow. Ik sliep helemaal weg hier, man. Ik moest uitwijken voor de auto, wow, yo. Voor mij is er een beetje afgedaan. Niet veel, een beetje. Ja, voor mij ook een heel klein beetje. Hoeveel heb jij eraf? Misschien $50 of zo, man. Echt weinig. Nee, maar je kunt niet zien hoeveel er af is, hè? Nee, ook het wel zien. Ik stond op 164, ik sta nu op 161. Dus dat je hem? Ik was het kaart een tijd met 1% af. Nu meer de tijd af. Oké, ja, klaar. Ik heb nu dikke schade, man. 45.000 schade, denk ik. Echt met zijn gat aan nu. Hallo wel.
Ooit rijd ik een jesse toen eigenlijk, man. Nee, dat ken niet, dat ken niet. Ik weet niet meer hoeveel schade ik heb, ik weet dat niet. Ja, er is een random kerel van de wereld op mijn trein. Mijn auto gaat 6 per totaal zijn, weet je. Wajo! Mijn auto doet een online speler achter mij. Oké, ja, klaar. Dat is echt kut, man. Als een online speler achter je aan zit, dan ben je gewoon gekekt. En ik moet er ook nog voorbij, dus ik ga 7 nog achter mij aan. Nee, yes, letterlijk achter mij, de hele tijd. Ah, ik ben er niet in, laat me. Ja, dus nu gaat hij naar mij, hè. Maar, kunt je wel deliveren of moet je wachten tot dat ik er ben? Oh nee, als die gast dan verkloot. Nee, nee, nice, nice, nice. Dan kan je die gast killen als jij wilt. Ja, doe dat, doe dat. Anders gaat hij mijn auto per totaal maken. En ja, weer gecrashed. Alleen een klein beetje. Binder. Ah, die gast is die gast van ons team, man. Ja, dat is de gast van ons team. Moet ik denken, jongen, echt wel. Was hij? Klaar. Ah, hij kwam ons ophalen, nu weet ik het. Ah, ik heb maar 2% kwijt van de geld. Even mijn geld op de bank zitten nu. Ah ja. Nu jij dat zo zeggen, ik doe ook. Meneer Service, Miss Bank, in een nieuwe depost. 15.000. Yes. Nice.